Aan de Postweg in Woudrichem is de gemeente gestart met de sanering van asbesthoudende grond. De bestaande bebouwing is in zijn geheel verwijderd. Sindsdien is het terrein braakliggend en inmiddels begroeid. Het perceel is afgeschermd door middel van hekwerk en waarschuwingsborden. Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken op de locatie is gebleken dat er sprake is van een bodemverontreiniging met asbest onder het normeringsgetal. Dit betekent dat er niet acuut gesaneerd hoeft te worden. De verontreiniging bevindt zich in de baksteen- en betonhoudende bovengrond over een geschat oppervlak van 50 vierkante meter. De totale omvang van de verontreinigde grond is 25 kubieke meter. Overige verontreinigingen zijn niet aangetoond. Sanering van de asbestverontreiniging vindt plaats onder de voorwaarden van het besluit uniforme saneringen, waarbij de asbesthoudende grond volledig zal worden ontgraven en afgevoerd tot de terugsaneerwaarde. Doel van de sanering is het geschikt maken van de grond voor alle bestemmingen.